Jij bent heel goed in uh, minimaliseren van het aantal spullen wat je hebt. Toen kreeg ik ook van, is dit nog te koop? Want dat is natuurlijk zo'n button die ja, als ik ging klikken. Toen heb ik gezegd, het is zelfs gratis. Ja. Ja, en is nee, je de kussens, ja, kom je het die kan ik in de kliko werpen. Ja, dat grote ding kan ik niet vervoeren. Ja. Waar raak jij over prikkels van? De hooi denk ik. Anders ik wel. Maar ik weet dus niet zeker of het kort is. Maar nee, wel, dus... want we hebben er allebei last. Ja, maar van. vandaag. Ik had het op eerst komen kwam gezet. En toen waren heel veel mensen van. Ja, nee, ik voel me ook snotterig en zo. Maar ik denk, ja, maar dat voel ik dus niet. Ik voel me dus niet snotterig. Het ja, was ook echt wel eentje waarvan in de war raakte, die story. Oh. Ik heb hem drie keer moeten lezen. In mijn hoofd klopte die. Ja, dat snap ik. Maar dat is mijn dyslexie. Denk ik. Daar maar... raak ik overprikkeld van van dat soort stories. Ja, dat interesseert me niet. Zoveel, dan swipe je maar door. Maar <laughs> uh, ik had al zoiets van. Ik weet dus niet zo heel goed of het nou houikertjes is of niet, maar ik denk het dus wel. Maar ik kan het niet met 100% zekerheid zeggen. We hebben het elk jaar, ik met 100 dus ja. zekerheid van zeggen. Het is wel elk jaar, dus dan moet je wel een patroon zien, toch? Ja, maar ik begin altijd met snotteren en gelijk dat ik jeuk aan de ogen, en dat heb ik nog helemaal niet gehad. Nou, ik wel hoor. Jeuk aan de ogen, jeuk op mijn lichaam. Ik heb alleen maar kortademigheid en ik voel me gewoon alsof ik een soort van griepig word. Ja, dat heb ik dus wel, want dat had ik dus vorig jaar ook rond april. 100 jaar verjaardag had ik het toen dat ik dacht van oh ik ben zo een beetje grietig en zo en het zet me door. Nou dat gevoel Blijkbaar hooi kort. En ik weet ik heb heel veel middeltjes dat ik weet dat het wel werken. We hebben ook een medicijn vorig jaar of tenminste een oh ja vitamine. Nee, Misschien supplement. is een keer handig om dat weer te gaan slikken inderdaad. Ja supplementen uh, en die werken wel goed. Hoe heet dat ook weer? Ja weet ik niet meer. Maar ik zat. Uh, dat is een hele moeilijke naam. Dat wel even in de beschrijving. Zetten. Ja ja nee dit werkte wel goed eigenlijk. Ik denk dat ik dat ook weer even ga slikken. Ja. Maar Weet je wat het is? Lichaam is geen robot. Nee. Dus je kan dit jaar kan je op een bepaalde manier reageren, vorig jaar op een andere manier. Dat is waar. Dus uh, ik denk, ja, als je nu geen jeuk en ogen hebt, betekent niet dat het geen hooi zijn natuurlijk. Nee, dat is waar, dat is waar. Maar veel mensen hadden er last van. Het, heel vooral... veel mensen hebben hooikoorts, hè? Ja, vooral in de westerse samenleving heb ik het idee. Ja, ik denk dat komt omdat het veel met voedselallergieën te maken heeft, denk je niet? Ik zou niet weten. Als je lichaam al heel erg veel bezig is met voedselallergieën, dan kan het ook weinig hebben. Kijk en ik ben ook allergisch voor heel veel dingen uh, maar om dat uit te zoeken zou je een eliminatiedieet moeten doen en ik nou, hou gewoon heel een erg een Ik hou gewoon heel erg van mijn leven dus ik doe het mezelf niet aan. Ik heb een keer toch die FODMAP -dieet gedaan. Mm -hmm. Een week, dat was echt verschrikkelijk. Gingen we naar de Van der Valk hotel. Kon ik echt letterlijk niks nemen bijna. Al van een stuk vlees toch? Een stuk vlees en iets erbij, dat was echt vet saai. aardappelpuree zo. Nee, ook niet want daar zat melk in. Nee nee, nee. iets wel aardappels kon er wel trouwens, maar niet. Wat had je jezelf toe zo? Saai gemaakt ook, hè? Ja, ja. ja. Wil je nog een vraag? Want ik heb nog een vraag oh, voor je. je hebt Wat is jouw kracht? Waar ben je goed in? Jezus. Die heb ik toch ook al een keer ontmoet. Maak ont het op. uit. Zietje, Dat vallen we toch elke keer? Uh, is uh, wel heel de hele tijd hetzelfde, nee, geentje. een leuk vraagspel. Mocht je weer hebben staat op onze webshop. Over de webshop gesproken, zal ik taak taak nog even op terug. Maar het leuke daaraan is, aan het ja. vragenspel... is dat het vragen zijn die je gewoon op het moment ja, ook in je leven kan beantwoorden. Wat was de vraag ook alweer nog een keer? Waar je goed in bent. Waar ik goed in ben. Um, op het moment uh, nergens. Ik vind dat jij heel goed bent in... Um... Dat was niet de vraag waar jij vindt dat ik goed in ben. Uh, nou, dat maakt niet uit. Ik antwoord er voor jou omdat jij een beetje moeite hebt met positief zijn uh, vandaag. Ja, het is, nou, het is niet zwaar, waar? Het is echt zwaar. Huh? Voor mezelf. Ja, jij had gisteren ook. Ja. Wel, ik, heb ik had vanaf. een goede reden. Okay. Ik heb ook een goede reden. Ja, gewoon. Maar nou, heb jij dan weer een betere reden dan ik? Nou nee, ja, goed, laten we daar niet over ingaan. Maar, uh, hm. op ingaan. maar wat ik wil zeggen is... is ik dat niet ook bij mij iets doet, het, is wat. Ik, uh, Waar ik heel goed in vind, is uh, ja, niet gapen als je praat. Nee, uh... ja, je. <laughs> ja. Ja, dat was het dan weer. Leuke, dus nee. leuke video. Nee, uh, jij, jij bent heel goed in... Um... Ja, kunnen zijn op... als, we het, als we het hebben over verhuizen, je bent heel goed in uh, minimaliseren van het aantal spullen wat je hebt. Wat is dat nou weer verstond niet. Dat is, vind je heel goed. Je kunt heel kijk je hebt heel veel mensen die overal emotionele waarde aan hebben oh, en dat jij heb kan het in. heel goed los zien ja. van elkaar. Als ja. dus je denkt ja ik kan drie dingetjes houden waar ik emotionele waarde aan heb. Mm. Uh, maar kan aan? Ik kan er ook één houden. Ik kan er ook één houden. En er zijn natuurlijk genoeg mensen die gewoon albums vol niet weg kunnen gooien. Ja. Ik kan wel makkelijk dingen wegdoen, inderdaad, ja. En nu de, tegenwoordig doe ik het naar de kringloop, maar voorheen was het meer uh, de kliko. Nee, Mark plaatst toch ook veel. Nee, ik heb ook even in de kliko gegooid. Ja, maar je hebt een ander met jouw fotoalbum. Ik heb nog nooit een fotoalbum weggegooid. Het gaat echt om gewoon spullen. Niet? Ja, ik heb wel eens foto's weggegooid, dat wel, ja. 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 Maar goed, ik zei het over dus de, de webshow. En ik heb nu nog, ik zag dus in onze kast twee samples liggen. Ik denk ja. Podcast hebben we nog nooit eens weggegeven. We gaan het gewoon nu een keer doen. En er zijn twee samples. Eentje daarvan is een shirt wat nooit is uitgebracht. Dus is wel echt leuk. een uh, unieke. En de andere is wel uitgebracht, maar um, hebben ze op een of andere manier een gedrukte versie van gemaakt. Het Boxy roze shirt. En die gaan wij, daar gaan we niks mee doen. Want dit is een digitale print die erop gedaan is. Dit is een sample geweest. Ja, daar, ja, daar heb ik niet om gevraagd, maar die hebben we er gewoon. En die gaan we zelf niet dragen. Dus ik dacht van, nou lijkt me leuk. Dus een Boxy Fit. Maat S. En we hebben... Een prachtige witte geborduurd. En dit hebben we nooit uitgebracht. Uh, mm. Omdat je het uh, velletje erachter de doorheen ziet. Ja, dat vonden we niet zo mooi. Dat vonden we niet zo mooi. Maar als je daar gewoon wit onder draagt, dan zie je het niet. Nee, dat zie je niet. Maar goed, we wilden geen klachten krijgen. Dus vandaar dat hij er niet op is Ik schoon. vind het oprecht trouwens wel echt een mooie. Want uh, het komt heel mooi erin uit. Dus dit is echt one of a kind... Een iemand, een maat S, maar dit is deze feestje wat echt wel uh, Ja, ja, het, het is S, maar het is unisex. Dus het ja. is net even iets groter dan je gewend bent van een S. Wat moesten ze ervoor doen? Want daar heb ik eigenlijk niet heel veel over nagedacht. Ik je denk um, niet. Ik even jij? een leuk pod podcast onderwerpje verzinnen, toch? Ah, ja, verzinnen een leuk podcast onderwerp. En dan gaan we die een keer doen. En dan kan je dus... Of een s boxie winnen, of, de, of allebei. Trouwens. Allebei doen we allebei. allebei. En uh, stel je voor, je hebt nou geen maat S, maar je kent iemand in de buurt die maat S heeft. Daar kan je ook gewoon meedoen natuurlijk. Ja, ieder geval, trouwens, allebei ongeveer hetzelfde. Want deze is dus ook wat beider, zoals je kan ja. zien. Dit is ook eigenlijk een M. Dus uh, is eigenlijk voor de mensen op YouTube. Het is een hele strakke L, toch? Een hele strakke L. Ja. <laughs> oh, ik mag ze vasthouden, de hele ja, tijd. Zeg ik ze vasthouden? even de uh, grond leggen? Zoals jullie weten, zijn we natuurlijk aan het verhuizen. Ja. En ik dacht, deze week gaan we het toch weer er even over hebben. Want het is een onderwerp die ik in de vlogs niet echt voorbij ga laten komen. Omdat ik daar te gewoon te weinig voor gefilmd heb. Mm -hmm. Een klein beetje is het deze week er wel voorbij gekomen, maar dat is het ontspullen van ons huis en het gratis wegdoen van die spullen. Ja. Want um, een mens verzamelt veel in het leven. Heel veel. We hebben het natuurlijk al een keer eerder over gehad in de podcast over automatiseren van ons leven. Ja. Dat dus we steeds minder spullen wilden hebben, dat we minder kleding wilden hebben en zo. Uh -huh. Maar we willen ook gewoon minder spullen in het algemeen hebben, in het huis hebben. Staan. Ja, ik denk je kunt ook uiteindelijk maar gelukkig worden van een aantal spullen. Ik denk niet dat je met alles de hele dag door gelukkig kan zijn. Ik denk dat dat gewoon een beetje chaotisch gevoel geeft, al ja, die spullen in je omgeving. zeggen dat dat dit kantoor maar best een groot gevoel geeft... omdat ik nog steeds het idee heb dat we meer spullen hebben... dan wat we nodig hebben. Ja, dat is ook zo. Ik zat vandaag ook nog te denken... moeten we echt een keer opruimen... want het is echt een zooi aan het worden. Het is echt een rotzooi. En, en ik moet ook kijken echt kritisch kijken naar de filmspullen die ik gebruik. Want ik heb wel veel in het verleden... Goed, Je hebt één pakskas voor denk. filmspullen. Ja, oké, okay, maar ik heb heel veel dingen gebruik wel. Nou. Alleen, het ligt daarachter liggen ook wat dingen... dat ik denk, nou ja, goed, ga ik dat ooit nog gebruiken? Maar dan denk ik wel van met filmen... Soms heb ik het een keer wel nodig. Mm -hmm. en dan is het wel handig dat ik het heb. Maar... Ja, maar dat is de hoorder inside of you. Ja, maar ik ben niet zo heel erg hoorderig, hoor. Het is meer... Ik vind het zonde, want sommige dingen zijn echt Met nee, hele spullen dat is het best wel duur. Hè? Mm -hmm. dus... Als je er ruimte voor hebt en het kan er ergens netjes liggen... waarom niet, denk ik dan? Ja. Maar ik heb het idee dat we er minder ruimte voor hebben, omdat we allemaal producten hebben die we willen. Ja, het is wel fijn als je dat eens dus wat meer georganiseerd ook echt in kasten kan zetten, zodat het makkelijk gepakt kan worden. Ja, maar thuis zijn we daar wel goed mee bezig. En de afgelopen weken hebben we dus onze huisvoorraad een soort van gratis op marktplaats gezet. Ja. Want ergens wil je er geld voor hebben, maar marktplaats is een moeilijk concept. Nou ja, dat want kan. Jij kan daar wel veel over vertellen, want dat heb jij in het verleden heel veel mee gedaan, volgens mij. Met Marktplaats? Ja, je deed heel veel via Marktplaats. Ja, maar voornamelijk eigenlijk gratis. Tenzij ja. ik wel vond dat het wel wat waard was. En het een populair product is, zoals bijvoorbeeld mijn, mijn Gamecube. Die heb ik, ja, ik heb dus uh, een Gamecube, had ik vroeger en die wilde ik weer kopen. En toen heb ik het via uh, Marktplaats gedaan, want die spellen zijn gewoon belachelijk duur. Ja. De Gamecube-spellen gaan soms wel voor 60 eutjes. Ja. En die waren vroeger gewoon... Waarschijnlijk niet eens 60 euro. Nou ja, ja nou, dat denk ik wel. Hoor. Nou, dan vraag ja, ik me wel. af: in die tijd. Nou ja, dat... Gamecube is oud, hè? Ja, maar ik denk dat die wel 50. Misschien 50, 60 euro, ja. Maar goed, dat, dat, dat die spellen zijn waarde. Uh, uh. Ja, dat is alleen maar omdat er heel veel retro gamers zijn. Ja, maar ik heb dus die Gamecube gekocht en leuk. Pikmin, Mario Kart, Mario Party. Ik heb ervan genoten. En op een gegeven moment doe je er gewoon niks meer mee. Mm. En van die spullen weet ik gewoon: zodra ik het erop ga zetten, is er altijd wel iemand die het wil kopen. Ja, maar je wil het er niet op zetten, ik moest het doen. Nee, jij hebt aangeboden oh. of, ik het, of je het wilde doen. En oh. toen was je moeilijk aan het doen. Toen zei ik op een gegeven moment... Van, ik had het ook gewoon willen doen. Ja, ja, bla, bla, bla. Het nee, ging ja, een hele ruzie de... met me maken. Ik kan het nog goed herinneren ja, ja. Okay, dus Dat dus ik echt in, in, okay. in de war je, was daarvan. Eh, voordat we door elkaar heen gaan praten... dit uh, parkeren we even... want het heeft helemaal geen zin om iets over te hebben. Want het was volgens mij omdat ik dacht dat jij... Ik uh, geen zin had om met mensen te communiceren. Dus ik dacht, dan doe ik dat wel even. Weet je waar ik geen zin in heb? Om mensen te communiceren als je iets gratis erop zet. Oké, okay, dus daar wilde ik het inderdaad over hebben. Want marktplaatsen is een heel raar iets. Want als je iets daarvoor geld aanbiedt, dan, dan heb ik soms het idee dat het makkelijker is dan dat je het gratis aanbiedt. Als je het gratis aanbiedt, nou, je krijgt sowieso rond de 20 berichten, is het nog te kopen en dan hoor je daarna niks meer. En dan zei ik van de week, toen kreeg ik ook van, is het nog te kopen? Want dat is natuurlijk zo'n button die ja uit mm. elkaar kan inklikken. Toen heb ik gezegd. Het is zelfs gratis. Ja, <laughs> ja dat is toch hilarious. Uh, en dan heb je 9 van 10 keer als je iets op dinsdag erop zet. dat mensen pas zondag in de avond kunnen komen. Ja, ja. dat vind ik gewoon te laat. Gratis is gewoon zelfs de dag nog op komen ja, halen. Dat, dat, dat vind ik dus ook inderdaad. <laughs> je krijgt dus heel veel mensen die, die inderdaad alleen één zinnetje sturen. Waar je soms die eens, ik denk van, er wordt automatisch een antwoord gegenereerd voor je. Dus waarom zou je in godsnaam dit reageren? Maar dat het meest te lezen valt wat er staat. Ja, ja. De laatste keer dat ik iets gratis te opzetten was die tuinzet. En toen had ik dus wat foto's gemaakt van die beschadigingen. Want dat ding, en um, dat is wel echt hout, dus je kan het schuren en lakken. Ja. Maar er zaten wel gewoon veel beschadigingen op. Maar uh, hij is wel goed bruikbaar. Wel verder was hij bruikbaar. We was we geen. Kussens vervangen, hè? Die kussens waren nieuw, die hadden we bij de IKEA inderdaad gekocht. Uh, en toen maken, kreeg ik een tig berichten met hoe beschadigd hij was. Ja. En of ik daar allemaal. Um, foto's van wil maken. Ja. Uh, en op een gegeven moment begon ik maar naar mensen te sturen, sturen als ze interesse hadden van haar, maar hij is wel beschadigd. En Dan stuurde ik alvast wat foto's erbij. Dan denk ik of ik dat niet meer te doen uh, liet, uh, grotendeels uh, liet het afweten. En toen was er dus één, dan kan je echt bloed onder mijn nagels vandaan halen. Eén iemand die stuurde, ja, had wel interesse. Dus ik zeg: Oké, okay, maar de tuinzet is wel beschadigd. Ik datzelfde rieteltje. Zei nee, ik hoef alleen maar de kussens. Ja, dat vind ik voor fucking... kussens. Ja, kom je die kan ik in de kliko werpen. Ja, dat pff. grote ding kan ik niet vervoeren. Ja, bij ons is het vaak zo: wij kunnen dingen dus niet vervoeren. <laughs> en dan denken we, gratis op marktplaats. Want de dingen, kijk, de dingen die wij wegdoen, op ze op marktplaats, zijn eigenlijk nog best wel goede dingen. Ja, ja. we zouden ze ook naar de kringlo kunnen brengen. Of ja, eventueel proberen het te verkopen. Maar wij denken altijd, gemak staat boven uh, geld. Over geld, ja, toch? boven geld, toch? De <laughs> dan denken we, ja, we zouden het misschien op 20 euro kunnen uitslaan. Is 20 euro al, die, al dat gezeur waard? Nee, doe maar gratis. Nou, ja. En dan zetten we het erop. Uh, maar dan zijn er altijd wel mensen die dan een klein onderdeel van iets willen hebben ja. gratis. Waardoor het hele product niet meer gratis weg te geven Bij valt. Bij Gamecube was het ook zo van, ja, ik wil eigenlijk alleen maar het spel. Ik denk, ja, die bied ik niet aan. Ik bied het hele pakket aan. Ja, oké, okay, maar, maar de Gamecube was voor versturen. geld natuurlijk. Ja, maar in één keer versturen. Ja, ja maar dat was voor het gemak. Dat is voor het gemak. Het is ja. Altijd voor het gemak. Wij, wij kiezen ja. altijd voor het gemak. 19 keer kiezen wij voor gemak, inderdaad. Dus we hadden dus, ik had dus vorige week, wat had ik erop gezet? Ik had een tafel erop gezet. Die heb ik nog geen drie jaar geleden gekocht. Ja, had, we had wel, het een, wel, hoop wel, een hoop krassen. Het is een hoop krassen. Het is echt een mooie tafel. Maar, maar hij was wel hij van echt, echt hout. Dus NG. je kon hem, kon hem ook weer. Maar het lijkt net alsof het zo zacht was dat, dat als je er al naar keek, dat er een, een scheuring kwam. Ja, was van meten. Ja, Ja, meet is wie niet? Dus ja. Is echt ook genoeg. Um, wat had ik nog meer op staan? De, het bed? Ja, de bok springen inderdaad. De box springen inderdaad. Uh, wat nog meer? Kast? Paks? Mm -hmm. Nog iets had ik het idee. Pakskast is echt booming business. Ja, die, uh... Nou, ik vond het wel. Jij zei echt van, nou, je gaat echt veel reacties krijgen. Nou, ja, sowieso. Ja, Toen, niet al weg was, toen kreeg ik geen reacties, <laughs> inderdaad. Ja. Maar, maar goed, we hadden dat erop gezet en voor gra... In eerste instantie denk je van eigenlijk wil ik nog een twintig, maar dan denk ik ook van ja 20 euro, wat ga ik daar dan mee doen uiteindelijk? Ga ik weer alles een rotzooi uitgeven? Dus oké, okay, laten we het gewoon gratis weg doen, want dan zijn we zijn er tenminste vanaf. Mm -hmm. En ik vind ook wel dingen mogen wel. Ik was daar vroeger niet zo van, maar ik ben er echt van omgedraaid. Ik vind het wel belangrijk dat dingen gewoon weer een nieuw leven krijgen. Ja, absoluut. Ik denk dat dat ook de hoofdreden is dat we die dingen gratis doen. Dan weten we tenminste um, dat het gebruikt gaat worden. Ja. Toch? ja in principe ik ja maar denk je niet dat wij het gratis doen omdat we het dan er sneller vanaf zijn anders ben je er nog een paar dagen mee bezig ja nee dat ook maar uh, we zouden natuurlijk ook het in elkaar kunnen mappen en ergens bij het vel kunnen ja, gooien dat, dat daar bedoel was ik, ik. Dus vroeger van ik doe een tegenovergestelde van, van uh, want we hebben ook nu een afspraak gemaakt dan voor um, uh, als de laminaatvloer eruit moest mm. uh, en toen dacht ik van ja we zouden in principe daar alles bij kunnen gooien ja. Maar dan wordt het gewoon gesloopt. Ja, op die manier. Ja, dat vind ik zonde. Al vraag me af, voor sommige dingen worden er ook nog uitgevist, toch? Ja, door mannetjes met uh, zaklampjes, toch? Ja, dat was wel grappig. Oké, okay, dit is weer even een heel. Oh, dit werk. is weer echt heel erg. Ja, van hak over... op de taks. Nee, het, nee, het gaat over de, de inboedel eruit werken. Nou, we hebben ook een deel <laughs> van de inboedel die niet in zo heel goed was, hebben we aan straat gezet. Dan komen <laughs> ja. mensen dus met zaklampjes. <laughs> ja, maar dat is zo. Die komen kijken of er nog wat goeds tussen zit. En toen was ik eigenlijk een klein beetje beledigd. Dat niks werd meegenomen. Ja, want hij regeerde gewoon weer weg. Hij regeerde gewoon weg. Ik denk van Hallo, ja. hallo er bestaat heus wel iets wat je wil hebben. Ja, Maar ze komen meestal voor ijzer en dat soort ja, materialen. Ik maar ik vond het wel, eens wel een beetje blind. Nou, ijzer kun je helemaal niet veel geld voor krijgen. Dus ik denk dat ze voor koper. tin komen en zo. Tin, koper, ja, uh, dat koper. Soort ja. Maar goed, terug te komen bij Marktplaats. we hadden dus die dingen erop staan. Ja. Ik vind het niet erg om met mensen te communiceren, maar op een gegeven moment wordt het gewoon te veel. Of heb ik geen zin om heel hele tijd hetzelfde te reageren. Mm -hmm. Of. Mensen Die zeggen van ja, ik wil het uh, graag uh, morgenochtend om. Ik wil morgenochtend ophalen. Ik zeg, ja, oké, okay, dan to, uh, tot half elf kan. Ja, ik kan niet na half elf. Nee, dat kan niet. Want anders he, is niet tot half mm. elf kan. Ja, en dan, dan hoor je niks meer. En dan denk ik van zit je te wachten, oké, okay, gaat diegene nou nog wel of niet komen? Nee, want die zei eerst van oh, ja, dan kom ik al iets eerder. Ja ik Kwam uiteindelijk helemaal niet meer. Nee. Toen moest ik weer iemand anders regelen. Ik, kan de... ik vind het zo geregeld. Terwijl ik denk: van eigenlijk is dit gewoon. Het zijn mooie producten, kom het gewoon halen. <laughs> ja. ja, dat is gewoon ja. wat ik denk. Je zou wel denken dat, dat mensen er dan maar blij mee zijn, maar ik denk dat dat hetzelfde effect is als een gratis cursus. Ja, precies. Dat, de, dat waardering de, daar, de waardering is er gewoon niet. is oh, Al moet ik wel zeggen, we hadden die tafel opgezet en die mensen die het kwamen halen, die waren echt super blij. Ja, en die voor die boxspring waren ook echt heel blij. Ze ja. zijn nog, weet je zeker dat je niks voor wil hebben? Dus dat, ja, dat vind dan ik alleen van maar de stoelen leuk. Van hier, trouwens. Maar ja, we hadden ook paar, uh, twee, vier ja. zwarte stoelen van Ikea erop gezet, ook van de hout trouwens. Maar ja, goed, als wij die zelf moeten wegwerken naar een kringloop of zo... Ja, dan moeten we drie, twee keer rijden. Daar heb ik niet zo heel veel zin Krijgen in. Inderdaad. We zelfs nog een flesje wijn erbij. Een ja. flesje wijn. Dat vind ik trouwens altijd wel leuk als mensen. Dus inderdaad iets ervoor geven. Yeah. Maar uiteindelijk uh, kwam er ook nog een man voor de pakskast, Die heeft hem even uit elkaar ge geschroefd en meegenomen. Ik vind het heel fijn dat we dingen kunnen gratis aanbieden. Dat we ook het geld niet per se nodig hebben. Mm. Maar ik vind het wel gedoe. Ik denk dat de gratis afdeling van Marktplaats ook wel een van de meest overprikkelende afdelingen is die er bestaat. Dat zou goed kunnen. <laughs> ja. Weet je trouwens, ons Marktplaatsverhaal nog met de uh, budget challenge? Um, jou, nou, oh. Daar nog even over, oh, die uh, waterkoker. Ja. ja, we dachten slim te zijn met de budget challenge. Even te laten zien dat je ook op Marktplaatsen uh, ja, leuk dingetjes kan scoren voor niet al te veel geld. Ja. Dus we hadden een, een waterkoker gezien voor 10 eurotjes. En die was in achter in Leidsendam. Dus dan dachten we, nou, dan hebben we A een wandeling en B een activiteit, toch? Ja. De activiteit was ging op de scooter, echt heel we spannend, want het, het, was, uh, het waren gevaarlijke tijden. Dus uh, nee, we hebben het gewandeld. Toen hadden we nog geen scooter. Jawel, we de hebben de... dat gewandeld. Nee, het het 100 procent. Dit is in de laatste budget challenge geweest? Niet. Mij oh, ja, volgens mij wel. Oh ja, volgens mij wel, ja. Volgens mij was het een laatste. Voor mij zijn we met de scooter daarheen gegaan. Oh, ja. nou, dan hebben we niet gewandeld. Uh, Haal dat <laughs> uit je geheugen. We gingen op de scooter. Ja, even een andere... Even, ik weet dat het moeilijk is, maar ja. even een andere voorstelling. Dus ik zou vanaf niet, nu we proberen we het we, we getrouw uh, na te <laughs> ja, vertellen. Dat zo, ja, weet je wat lastig is? Gewoon de mensen kunnen terugchecken. En sommige mensen weten ook echt letterlijk wat we gedaan hebben. Oké, okay, nou, we gingen op de scooter en uh, die waterkoker... Grote reactie, jullie waren niet op de scooter. <laughs> jullie waren echt aan het wandelen. Ja, die echt aan het wandelen. <laughs> dus die waterkoker, en het waren hele gevaarlijke tijden toen. Um, dus die <laughs> gevaarlijke tijden. Dat was ja. allemaal voorbij. Het waren ziek gevaarlijke tijden voor die vrouw die daar woonde. Nou, um, wacht, dan was het misschien wel nog voor de scooter. Ja, ik sta maar me ook bij dat we... Ja, hebben we daarheen gewandeld helemaal? Dat wij daarheen gewandeld zijn. Nee, maar wat ver. maakt het uit? We zijn, ja, want ja, we nou, dachten van... Ik had detail, want het is wel achterin doen." Ja, het was echt heel ver. Nou ja, het is wel, ja, wel ver. Dat was een uur lopen, Ja, nou, wat zou het zijn? 40 minuten? Nee, hij is een uur. Ja, het is best wel ver is eigenlijk, hè? Oké, okay, nou, zou ik weer terugkomen op dan. die waterkoker? Doe eens even naar de ja. waterkoker. Dus ze had hem neergezet. Ik had gelijk de vraagprijs geboden, want ik hou er gewoon niet van mensen die afdingen. Ja, want, als het iets waard is, dan vind ik gewoon betaal dat. En uh, als nou, je ja. wil afdingen, dan ga je maar naar de markt. Prefus. Dat heet misschien wel Marktplaats, maar het is geen markt. Ja, in principe is het wel een <laughs> beetje het concept van de markt toch? Nee, je mag thuis. best afdingen als het niet waard is, vind ik. Maar soms zie ik wel spullen denk van, ja, oh ja, het is gewoon een normale. Laten we wel heel eerlijk zijn, we zijn allebei scheidleiers en we durven niet af te dingen. Online durf ik gewoon af te dingen hoor. Waarom deed je dat dan niet? Omdat ik dacht 10 euro prima is het waard. Kijk, ik, had was ook, het het waard? ik had ook 5 euro kunnen zeggen. Was maar Daar het? had ik waarschijnlijk nooit gegaan. En dat was nog goed geweest ook. Was het, het waard, namelijk. <laughs> nee, nou ja, goed. Die vrouw die komt dus uh, aangerend, helemaal in paniek. Uh, ze zet die waterkoker okay. neer. Ja, moest het geld naar de En voeren. ik moest dat geld, uh, moest ze zo wat, ja, een soort van, uh, ja, op afstand neerleggen. Ja, daarom dat was soort wel van rel, het voor de een scooter Een sketchy rel, een sketchy rel, vond ik dacht van, oké. Okay, uh, zit er drugs in of zo? Ja, <laughs> dus ik pak die waterkoker, jij stond nog op een afstandje, stond je gevaar, uh, veilig, stond je op een afstandje hey, te hey, kijken. Hey. Dus ik pak die waterkoker en ik zie gelijk al wat een smerig ding. Ja, dat is echt een ranzig ding. Wat een ranzig ding is dit. Ja. Ja, zij, ze komt uit de kast van huis zetten, hè? snel wegrennen, hè? Maar ze rent weg met dat tientje in haar handen. <laughs> ik, dat is, ik ga dat niks meer maken. man. Nou. Later, guys. <laughs> dus... Screw you, on, go. Ik go. loop met die smerige waterkoper naar, naar jou toe. Ik zeg, ja, het is wel een beetje vies. Dan komen we thuis. Ik ga dat hele ding schoppen. Maar ik word gewoon... Ja, ik word er gewoon vies van dingen waarvan ik weet... Daar heb je helemaal heen gaan, dat, dat het door een... Ja. ja, we zijn hier helemaal heen gelopen. Daarom mm. waren we zo, zo ge geïrriteerd. Toen van. kwamen we aan inderdaad helemaal ja. uitgeput met die smerige waterkoker ja, in die keuken. Ja. En ik probeer het schoon te maken, maar ik word helemaal ontdaan daarvan. Ja. Kijk naar mijn waterkoker, die ook gewoon denk een half jaar niet schoon is gemaakt, ziet er veel netter uit. Ja. Voor wat, kantoor? Voor kantoor, hè? Mm. Ja. Ik denk, waarom heb ik dan een waterkoker nodig als ik een waterkoker heb. <laughs> We uh, wilden gewoon laten zien dat je gewoon op marktplaats ook dingen yeah. kan ruilen. Ja, yeah. maar ik denk dus uh, mm. dit heeft dan ergens gestaan of zo en mm. daar is gebruik van gemaakt, maar nooit gedacht. Ik ga hem voor de verkoop even netjes schoonmaken. Yeah. Nou, dat vind ik gewoon asociaal. Ik fris maak dan. alles schoon, zelfs als ik iets gratis op marktplaats zet. Ik maak het gewoon allemaal schoon. Ik vind het gewoon netjes dat iemand weet, het komt uit een net huis, uh, mensen zijn er netjes mee omgegaan en het ziet er fris uit. Yeah. Ja, dat is gewoon hoe ik opgevoed ben. Mijn moeder zei altijd van... Uh, um, dat um, mensen vooral niet het idee moeten krijgen... dat je een viezerik bent. <laughs> nou... Van die vraag hebben we wel die De dat <laughs> ja. het was. Ja, maar het zag er gewoon niet zo netjes uh, uit. Het was gewoon fiets. En toen was er nog iemand die, de, die um, durfde te commenten van... Uh, ja, het is ook maar 10 euro op marktplaats. Wat verwacht je dan? Ik denk, nou, schoonmaken zelf kost geen geld... met een beetje water en een doekie. Nee, want zelfs letterlijk met wat wij in, in een minuut hadden gedaan... hoe zag je er al beter uit als dat nu buiten... Uh, ik vind gewoon, als jij iets verkoopt, maak het netjes. En, ja, dus... uh, of, of zet het erbij. Ik ben lui, ik heb geen zin om hem schoon te maken. Hier heb je smeren en waterkoken. Ja, want wij dus hebben dus altijd een klein beetje angst voor als mensen langskomen dat je dat dat ze dat ze niet teleurgesteld zijn of zo. Althans daar hebben we een klein beetje toch. Ja dat... als je het voor geld aanbiedt, nee, maar ook, eigenlijk ook, ook zelfs gratis. Ook gratis hoor. Ik voel ja toch een beetje van hoe? Hm. Daar maakt dingen ook gewoon schoon. Ik denk dan is het in ieder geval netjes, ruikt het fris. Maar ja, niet iedereen heeft dezelfde uh, gedachtegang. Maar goed, um. ontspullen, want daar hadden we het eigenlijk over. En toen ja. kreeg ik dus even over oh, die sorry. waterkoker. Ja, ja, ja. Toen kreeg ik dus een veel goedkopere waterkoker van de Action doorgestuurd van ons stagiair. Toen was het toen ook ons ja, Tasje. Ja, ja. ja, nee, dat kan niet. Dat was toch nog niet eens ons stagiair. Dat zat nog in de paal. Oh, ja, want hij, 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 hij moest er zo om lachen dat we voor 10 euro die smerige waterkoker waren gaan om... Ook, terwijl je voor 8, 8 euro bij de Action een nieuwe ja, waterkoker dat had. Ja. We, dachten van, we dachten eigenlijk van, we, doen eens, laten, we laten het goed zien. Mm -hmm. van, want anders krijg je altijd reacties van... Ja, maar je jammer, kunt ook plaatsen. tweedehands. Ja. ja, tweedehands. Dachten we dat een keer te doen, hadden we een slechte deal. We hadden ook een slechte deal te pakken, laten we eerlijk zijn. Ja. Maar goed, terug te komen op het ontspullen. Want dit zijn spullen, toevoegen aan je leven. Maar we willen juist toevoegen. We willen dus dingen van wegdoen. We hebben veel weggedaan. Hmm. Maar zijn er nog steeds dingen die we weg willen doen? En hoe bedenken we dat? Van wat doen we weg? Nou, um, ik heb een aardige verzameling van um, trofee's beeldjes, beeldjes. Ja. Ik heb heel veel leuke spulletjes ja. waar ik heel blij mee ben. hebben snuisterijen, hebben 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 snuisterijen, hebben snuistering, dingetjes, he, 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 he. hebben snuisterijen dingetjes, he, snuisterijen dingetjes. Nee, dingetjes. He, dingetjes. hebben dingetjes, he, hebben dingetjes en snuisterijen. Ja, en uh, ja, daar ben ik heel blij mee. Maar laatst heb ik uh, toch kritisch een blik erop geworpen en denk ja, een beetje Marie Kondo. Noem je haar zo? Dat is het Sparkle joy Dat is spark spark joy. Joy, yes. um, ja, het spark-joy. Ja. En toch bij, denk misschien 20% no-joy no spark anymore. En dan hebben we nog steeds een wonderlijke beeldje zo. Um, het is wel redelijk veel, ja. ja. Ja, maar ik heb sommige dingen ook gekregen. En ja, ja. zitten toch. Of, of, of sommige dingen heb ik in de kinderopgekocht. Er zit ook weer een soort van herinnering aan. En eigenlijk ben ik dus helemaal niet zo. Nee, want dat, want dat, ik dat, gooi echt ja. dingen weg. Uh, um, waar Sophie uh, ja. van zou zeggen: van... dat je dat weg kan doen. Oh, zoveel maar, sentimentele waarden. Waarom Sophie er ineens bij? Omdat hij uh, nog zelfs um, ja, gewoon een bonnetje van vroeger had. toen ze voor het eerst naar de bioscoop ging met iemand. Ah, ja, dat is waar. Ja. Zo bewaard echt. Ja, maar alles. heb ik jij bewaart geen brieven. Jij hebt ook al mijn kaarten weggeflikkerd die ik daar <laughs> heb geschreven. Uh, dat dat was jij? Ja, zij was helemaal verbaasd dat ik al die van kaarten de wegpleurde. Een euro je volgt, dat is sentimenteel gevoel. Ja, ik weet het niet. Daar zit dan voor mij een ander gevoel aan. En, uh, dus ik, ik snap echt wel dat mensen dit hebben. Die ik snap echt wel dat mensen het hebben. En van kaarten denk ik vaak van. Ja, kan je zo weer schrijven, toch? Ja, maar dat is dan met een beeldje ook, ook zo weer koop. Nee, dat is dus niet zo. Het zijn allemaal unieke items. Ja, het is niet echt uniek. Hè? Jawel, ze het zijn allemaal altijd in meerdere oplagen gemaakt. Sowieso. Ja, oké, okay, maar het zijn, uh, ik denk, als ik het grotendeels uit kringloop mm. of uh, generatie op generatie doorgegeven, mm. dat zijn wel unieke items dan je bij de Xenos haalt natuurlijk. Ja, dus waar ik makkelijk ben van afstand doen van dingen die ik denk, nou ja, goed heb jij dat toch iets minder, terwijl je wel eigenlijk wel tegen me zei dat je heel makkelijk moet doen. ja, dus ik kan op zich wel kijken. Stel je voor dat er nou echt geen plek meer is en um, het staat ook gewoon niet meer leuk. Dan kan ik echt wel kritisch kijken en denk: zou ik hier afstand van kunnen doen? Ja, ik moet dan ook niet meer terug gaan kijken van heb ik dit of dat weggedaan. Want ik word er altijd wel een beetje naar van als ik van de kringloop wegrij. Mm -hmm. Dan denk ik toch ja had ik, had ik dat nou wel weg moeten doen maar dat, dat appt ook al weg over twee dagen en dan is het er klaar twee dagen ja ik heb er toch nog wel twee dagen goed last van gehad maar is het echt twee minuten en dan denk ah oh ja, ik ja. Vergeten wat ik al gegeten was überhaupt erin gelegen maar het is ook wel soms is het een beetje lastig hè, om, om spullen dus los te zien van gevoelens uh, en ik heb geen spullen gevoel heb je gevoel bij spullen of heb ja ik dat heb dat wel speciale, bij... speciale speciale ...gevoelens bij... ze uh... <laughs> klinkt heel vies. Ja, maar dat is wel goed hoor. heb jij eens een keer verteld... ...dat je het soms dingen zielig vindt. Ja, ja, het schijnt echt wel een dingetje waar het is met te zijn. Net zoals als kinderen vroeger... Met, ...met de knuffels kunnen denken van... ...ah, oh, zielig, dat heb ik heel soms nog bij spulletjes. ik denk, ah, oh, ziet er zo cute uit... Dan ben je bang om het weg te doen, omdat je het dan in de steek laat als ouder zijn. Ja, zee Voordat je twee beeldjes hebt, dat heeft mijn moeder ook heel lang gehad, had twee beeldjes en één vond ze eigenlijk helemaal niet leuk, maar ze waren een hele leven al samen. Ja. En dan vond ze het moeilijk om dat beeldje weg te doen. Dat snap ik dan wel. Ik kan me helemaal in vinden. Ja, ik het is denk. toch een soort van samen staat het. Je weet dat het niet leeft, hè? <laughs> Nee, het Volgens mij ja. slaat ze een mug gewoon aan op de vloer. Ja, maar ik heb toch wel een idee dat een beeldje meer gevoel heeft dan een mug. Ik <laughs> ga nou, gek is in de tuin Maar goed, hoe gaan we, want dat is even het laatste waar ik het over heb. Hoe gaan we het eigenlijk de komende jaren aanpakken dat we er ook niet veel spullen naar binnen gaan brengen? Want we hebben nu geprobeerd om inderdaad dingen weg te doen. Mm -hmm. Kijken van oké, okay, wat sparks joy. Ook met de kleding gaan we dit nou echt dragen, dragen het echt. Weet je wel. Ja, ook kleding vind ik eigenlijk best wel makkelijk. Dingen ook. ...verdelen van, oké, okay, nou... Ja. Heel, veel, ...heel veel dingen in de schuur steeds gelegd, hè? Ja, maar dat zijn de... Uh, ...think about it-stuffs. Uh, maar daar heb je zoiets van, oké... Okay, ...heb ik dit nou echt zin in? Is het afgelopen jaar aan gehad Nee, oké, okay, laat het dan ook weer... De, nou, met kleding de, vind, de vind de ik... Um, ...zit het niet lekker, sowieso, weg. Ja. Ook al heb ik het net gekocht. Soms maak ik wel eens een foutje... ...maar zit het echt niet lekker, ga ik het die in mijn kast houden... ...gewoon puur omdat ik het net gekocht heb, ja. Nee. Dat is gewoon een fout, dat kan jij zelf toegeven... Uh, heb ik het in de afgelopen half jaar gedragen? Uh, ja. Nee, dan moet je ook even kijken, is het seizoen ervoor geweest? Waarom heb ik het niet gedragen? Bla, bla, bla. Ja. Afwegingen. En als iets echt niet mooi meer is, is het bij mij ook gewoon weg. Dat vind ik best wel makkelijk eigenlijk. Ja, bij jij gaat daar wel makkelijker mee om. Maar je hebt een tijdje gehad dat je inderdaad alles in de berging legde. Ja, dat deed ik sowieso omdat ik het dan zonde vond. En ik had zelf niet de middelen om even naar de kringloop te rijden. Want het is gewoon vet zwaar natuurlijk, kleding. Ja. Moet drie keer helemaal achter in Leidstam. naar... Uh... Mm -hmm. Dus dan legde ik het in de schuur um, en dan deed ik, of zo'n kledingbak, deed ik, of um, ik verkocht het vaak ook op uh, rommelmarkten. Nou ja. Dus dat vond ik ook leuk. En dat om dat heb doen. ik nooit meegemaakt. Nee, meer. heb jij nooit meegemaakt dat heb ik nooit meer gedaan. Nee. Dus op een gegeven moment had ik inderdaad een berging vol uh, met, ja, ik denk twee katten kleding. Vier? Vier? Laatst hadden we vier katten hebben we leeg toen. En met jouw kleding ook? Ik had geen kleding. Jawel, daar lag een kleding van jou. Nou, dat heb ik er niet eerder, Dat ik heb ik toen ook, ook gedaan. Toe? Oh, echt? Ja, ik doe het altijd ja. ja, ik deed dat eigenlijk standaard, want soms heb je nog wel eens kleding waarvan je denkt, ja, ga ik het nog dragen het en dan eerst miste eerst ik, ik het toch? Ik had toe. geen twee bakken schat. Dat kan een half bakje zijn geweest. Nou, ik denk een bak dan. Halve. Nee, ja, een bak. Geef ik je toch je aardig een grote dikke spijkerbroek hoor. Dat was spijkerbroek Een spijkerbroek meegedaan. vulde een halve bak, hè? Wist je dat? Ja, mijn broek <laughs> ook. Maar goed. Je broek, ja, het was ja. een spijkerbroek. maar goed. Ja, natuurlijk. Oh ja maar hoe gaan we nou ervoor zorgen dat we dus niet zo uh, niks meer krijgen? Want ik heb wel het idee dat de mens over het algemeen veel verzamelt. Ik vind dat ook. Want ik dacht dat we eigenlijk weinig spullen hadden, maar ik vind nog steeds. We zitten nu uh, een nou, bijna een week voordat we gaan verhuizen. Ja, kijk ik vind het nog heeft, steeds dat we veel spullen mee Het nemen. heeft geen zin om je te vergelijken met de gemiddelde Nederlander. Maar als ik het toch even mag doen, denk ik ja, dat dan wij echt bijna. ziek weinig spullen hebben. Ja, kan wel, maar oké. Okay, uh, het je er je ook, ook krijgt, ik af, het wel even af wel wat eer uit te halen. Ja, hartstikke veel eer, meid. Maar ik denk <laughs> nog steeds best wel veel dozen kunnen vullen. Ja, ja, vooral uit de keuken. Ja, maar ja, de meeste dingen gebruik ik daar wel. Dat zijn ook al grote spullen, natuurlijk. Ja, zwaar. Maar hoe gaan we het dus in de toekomst anders doen? Als je het al hebt. Dan, dan nee, kopen, denk ik. Ja, uh, betere kwaliteit. Inderdaad, daar ben ik ook helemaal voor. Want de, vroeger dacht ik altijd van hoe meer, hoe beter. Nou, als in. Uh, ja, dat ook dacht maar... ik toen ik jong was ook hoor. Toen ja. dacht ik van, ja, ik kan één goed item kopen nu qua kleding. Maar ja, ik wil er ook gewoon leuk uitzien. Dus dan kocht ik liever meerdere dingetjes. Ja. En tegenwoordig is dat omgekeerd. Bij mij dan kan ook. ik het ook be betalen. En dan denk ik, ja, dan heb ik liever een item waar ik waarschijnlijk twee jaar mee kan gaan doen. Twee, vijf. Nou, vrouwenkleding tegenwoordig. Dat is zo tegenwoordig. Ik vind het niet zo goed. Dat groene jurkje. Dat Die is wel echt jaren. heel goed. Ja, dat is echt mooie kwaliteit. Maar die, die draag duur. ik ook niet zo heel vaak. Nee, dat is ook wel duur toch? Spijkerbroeken, als jij uh, één of twee keer per week die spijkerbroek draagt, ja, dan vind ik dat ik er niet langer mee kan doen dan twee jaar. Nee, dat is hetzelfde bijvoorbeeld met mijn schoenen. Daar heb ik het al een keer over gehad. Mizzi. Mm -hmm. um, het zijn hele goede schoenen. Maar ik merk nu wel, ik heb ze nu bijna een jaar. Ik draag ze letterlijk elke dag. Hè? Ik weet dat je schoenen moet afwisselen, maar vind ze zo lekker lopen. Mm -hmm. Ja, dan zie je toch wel dat er dingen beginnen los te laten. Al moet ik zeggen. Er zit nog geen gaten in en dat heb ik dus wel bij andere uh, schoenen al gehad. Had ik echt al veel eerder. Dus in dat opzicht, ja, ze waren ook wel duur. Maar Toch valt het me een klein beetje tegen. Dat snap ik, maar inderdaad schoenen afwisselen. Ja. Ik heb ook altijd uh, schoenen achter elkaar gedragen, want dan zat het gewoon lekker en dan wen je gewoon helemaal aan uh, hoe dat voelt. Ja. Maar eigenlijk gaan we dus ervoor en dat wist ik eigenlijk ook. Daar was natuurlijk ook een klein beetje mee heen. We gaan ervoor dat we meer kwaliteitsspullen kopen... waardoor we het ja. gewoon veel langer mee gaan doen. Als we, er echt, als we echt iets nodig hebben... maar in principe hebben we voor zover ik weet niet veel nodig. Nee, voor, ik denk op de, oprecht dat we nu... afgezien van misschien wat kledingitems... we alles hebben wat we zouden moeten hebben. Mm -hmm. Willen hebben. Ja. Dus dan is het alleen nog maar voor de leuk... dat je iets wil kopen. Mm -hmm. Ja, en voor de leuk kan ik ook net zo goed eten kopen. En dat vind ik, altijd veel belangrijker. Van ja. Daar het snackje van de week. Snakje van de week? We hebben allebei een apart snackje van de week. Ja, voor mij is dat why not, als why not. Want? Maar ik vond het heel verfrissend en er zit time in en dat vond ik wel bizar. En ik heb uh, Orange Mama. Het is een, uh, een soda drink. En dit is de orange versie. Die heb ik trouwens nog niet op. Dus waarom je deze hebt neergezet, weet ik eigenlijk niet. Jawel, die Orange Mama heb je wel op. Heb je deze op? Ja, daar heb jij een slok van genomen. Oh, dat je vond jij een lekkere soort lekkere... van lekkere Fanta. Lekkere Fanta inderdaad. Ja. Lekker, uh, lekker merk, inderdaad. Uh, bij de Albert Heijn trouwens niet gesponsord, maar het is gewoon een tip. Alle biologische drankjes, alle een beetje nieuwere drankjes, zijn allemaal een euro. En ik heb ze allemaal gekocht. Zit ook bio World food video. Ja. Yeah ja ik vind het dus heel erg leuk dat dit soort drankjes ook wat meer in de supermarkt komen want ja cola en fanta je op een gegeven moment ook wel een beetje kijk ik ben dol op cola hoor maar dat is voor mij een ander doel mijn oppeppertje maar als ik echt fris drank wil drinken dan vind ik dit eigenlijk veel lekkerder ja gewoon lekker fris het zo ja omdat het echt inderdaad fris is beetje kruidig doorslissend en en ook uniek gewoon een keer wat anders krabben naar je maar ik heb dus alle ik denk no nou, geen, Ik denk dat ik minimaal 20 flesjes heb gekocht, toch? Nou, dat kan niet anders, want het is een euro per stuk. Sowieso. Dat was 40 euro. Ja, heb heb nou, je hebt er echt heel veel. Heb ik 40 flesjes? Nou, wat zal het zijn? Maar je hebt zin in met statiegeld, hè? Ik zeg 30 flesjes. sommige, volgens mij, hebben deze echt uh, iets van uh, 30 cent uh, of 50 cent? Okay. Nou, laten we zeggen, 25 à uh, 30 uh, drankjes hebben we gekocht van verschillende merken. Daar komt ja. het food video van. Ik hoop dat jullie die ook leuk gaan vinden. Ik ga een klik bij die... Uh, thumbnail doen, want anders wordt er niet gekeken. Als ik Wana in de thumbnail zet... dan klikt er niemand. Maar als, maar als je Fanta of Cola... dan gaat iedereen klikken, dus... Ja, dus uh, wacht daar vooral op. Gaan we deze week... Oh ja, nou, deze week gaan we dus verhuizen. We gaan komende week verhuizen. Dat ga je pas over een tijdje zien. in De video's lopen een klein beetje voor. Ik hoop maandag een video online te kunnen zetten... maar we zijn dus op die dag aan het verhuizen. Dus of dat gaat lukken, weet ik niet. Bedankt voor het luisteren en doe vooral mee... met de winactie voor de shirts... En dan zien we jullie volgende week weer bij een nieuwe podcast.